Oké, loopt ie? Check. Tijdens deze training, een van de doelstellingen, zoals je voorin kunt zien, van de cursus training, is dat we jullie leren Bible Hub te gebruiken. En die staat nu op het scherm. Dat is een website, gewoon www.biblehub.com. Ja, dat mag je opschrijven. Dit is een website met ontzettend veel informatie, dus je raakt snel de weg kwijt. Dat gaan we niet doen. We gaan het heel simpel houden. Linksbovenin, daar heb je de Bijbelboeken. Dus als je daar klikt en dan naar Genesis gaat, kan je laten zien. Genesis, pak. Dan begint hij meteen met hoofdstuk 1, zie je? Hoofdstuk 1, en dan zie je ook de tekst. Mijn voorkeursvertaling om de Bijbel te bestuderen is tot nu toe nog steeds de King James. Aha. En je ziet dan, daaronder zie je een witte balk met parallel, preken, onderwerpen, strong, commentaren, interlinie, Hebreeuws en lexicon en multi. Dan gaan we eerst naar parallel. Dan zie je van alle vertalingen die zij in hun systeem hebben, dezelfde tekst terugkeren. Zie je? New International, New Living Translation, bijna elke Amerikaanse vertaling staat daarin. Dus dan kun je, als je wil weten van nou, hoe kijken andere vertalers nou naar deze tekst, kun je deze tekst erbij zetten. Bijvoorbeeld in de NBV staat er, en de geest van God zweefde over de oervloed. Ja. Ja. Dat zegt dus iets over de vertalers, dat ze dus in een oervloed geloven. Dus dit zijn alle vertalingen. Als je nou naar interlineair gaat, niet schrikken, en dat scherm iets groter maken, Ctrl plus, dan zie je daar, ik moet dat van rechts naar links lezen, want je bent tenslotte nu in het Hebreeuws aan het lezen. 1, rechts, dan zie je, bovenin zie je getal, 7225, dat is het Strong's nummer. En meneer Strong heeft de Bijbel helemaal uitgevloeid, die heeft elk woord een nummer gegeven en iedere Bijbelvertaling gebruikt dat om te, dan weten we, hebben het over hetzelfde woord. Dat is dat nummer. Rechter muisknop, open een nieuw venster. Klik. Dan moet je even naar het venster toe en dan zie je dus het woord Reshit en het eerste woord was Bereshit. Dus dat klopt, want het woord be in het Hebreeuws betekent in het. En het woord Reshit betekent begin. En dan zie je dat het woord Reshit 51 keer voorkomt in de Bijbel. En dan kun je naar beneden scrollen. En dan zie je hier Brown Driver Briggs. Dat is een Joodse concordantie. Hebreeuwse concordantie. En als je dus echt het woord Reshit helemaal wil in, hoe wordt het nou in de Bijbel gebruikt? In welke tekst, in welke context? Dat vind je daar allemaal. Ja? Dus dat, Brown Driver Briggs. Ik zal hem volgende keer meenemen, zo'n pil. Dan terug naar het vorige tabblad. Het tweede woord is dus Bereshit. Als je daarop klikt, rechtermuisknop openen. Dan krijg je dus niet de Strong's verwijzing, maar dan krijg je het woord Bereshit. Doen we nog een eentje. En het woord Bereshit, dat is dus die ene vorm waar het staat in het begin, komt dus 5 keer voor, althans in het Oude Testament. En dan zie je hieronder de vertalingen welke 5 keer het voorkomt. Met daarbij de meest gebruikelijke vertalingen. Dus in het Hebreeuws, in het National American Standard, de King James en de Interlinear.
Als je in het Joods het woord bereshit gebruikt, en het, dan refereert dat in de emoties altijd aan Genesis. Waarom? Omdat het boek Genesis in het Hebreeuws bereshit heet. De Hebreeërs hebben namelijk een gewoonte om de naam van het Bijbelboek te verbinden met het eerste woord van dat boek. Aha. Dus in het Hebreeuws heet Genesis bereshit. En niet Genesis. Dus als Johannes zijn evangelie begint, in het begin, dan schrijft hij bereshit. In het begin was het woord. Dat doet hij expres, natuurlijk doet hij dat expres. Ja. En het woord was bij God en het woord was God. Als een Hebreeër dat leest, dan wordt ogenblikkelijk gedacht van toen Genesis 1. Want wat doen de Hebreeërs in hun synagogen? Die hebben een jaarrooster. En elke week lezen ze een deel van de Torah-portion, plus een stuk uit de profeten. En de Messiaans beleidende Joden nemen dan ook nog een stuk uit het Nieuwe Testament. Dus hebben ze drie tekstgedeeltes die ze in de synagogen voorlezen. En daar spreken ze dan over. Daarom komt Jezus ook in de synagogen in Nazareth. En dan pakt hij de Torah-scroll. En dan begint hij ergens te lezen wat niet de bedoeling was. Dus dat, wat doet hij nou? Hij wijkt af van het protocol. Men overhandelde hem de Torah-scroll en hij begon te lezen. Maar hij zocht iets op. Niet zijnde het deel wat voor die dag gepland stond. Hij zocht iets op wat die dag voor hem op dat moment gold. Geest van de Heer, hier is het mij, dat hij mij gezalfd heeft. En je moet je ook realiseren dat ze niet iedere goochem die van straat komt en zegt dat Jezus Heer is, de Bijbel mocht beetpakken. Voordat je überhaupt een Torah-scroll mocht aanraken, moest je getraind zijn. Alleen rabbies mochten de Torah-scroll aanraken. Laat staan uit lezen, daar moest je een opleiding voor gehad hebben. Ze geven echt niet zomaar iedereen een Torah-scroll, want die is heilig. Zelfs de vernietiging is een protocol. Je kan niet zomaar dat in het vuur werpen. Nee, daar moet je op een bepaalde manier mee afhandelen. Als er een fout in staat, wordt die vernietigd. Want daar is een protocol voor. Dus Jezus krijgt de Torah-scroll omdat hij een rabbi is. Hij is niet zomaar iemand. Dus bereshit doet in het Hebreeuws denken meteen in het begin. En als je op die manier dus klikt, dan vind je dus in het begin. Oh, waar komt die, dat woord nou nog meer voor? Dan gaan we terug naar de eerste. Oh. Nou, dan heb je het Hebreeuwse woord en daaronder het Engelse vertaling. Dus als je dan wil, kun je lezen: In the beginning, God created the heavens and the earth. En daaronder staan dan voor taalkundigen, nou, dat is een zelfstandig naamwoord, een werkwoord, zelfstandig naamwoord, een woord dat we niet weten, een zelfstandig naamwoord, nog een woord wat we niet weten, en weer een zelfstandig naamwoord. Tweede vers, dus als je dan naar rechts klikt, ja, ja, dat is goed. Wat ik ontdek als je het in het Hebreeuws leest, dat je cadans gaat voelen die je niet krijgt als je hem in het Nederlands of in een vertaling leest. Je voelt in het Hebreeuws balans aangebracht worden, want zo denken zij. We ha'aretz ha'yata tohu wabohu. En de aarde was zonder vorm en leeg. Ja? We ha'aretz ha'yata tohu wabohu. Streepje. Zie je het streepje staan? Streepje. Pauze. Pauze. We goshek al pene tegom. Pauze. We ruach Elohim, maar gevet al pene hamayim. En wat je dus ziet, in het begin was er de aarde woest en ledig, zonder vorm en inhoud. Hij was vormeloos. En dan heb je de ene kant van de weegschaal. En dat is dat de duisternis lag over de diepten. De diepten. De duisternis was op het aangezicht van de diepte. Ken het Amsterdamse woord ponem? Ja, dat staat er, hè? Pene, al pene, betekent dus op het aangezicht.
Pene betekent aangezicht. Gezicht. Over de diepte. En dan is de balans naar de andere kant. En de geest van God zweeft over de wateren. Meregefet zweeft over wateren. Dus je ziet in dit vers een balans aangebracht dat er dus twee aangezichten zijn. Een aangezicht van dieptes en een aangezicht van water. En duisternis ligt over het aangezicht van dieptes en de geest ligt over het aangezicht van water. Dat is dus heel anders dan wij tot nu toe in onze Bijbel tegenkomen. Daar kom je dus achter door het in het Hebreeuws te lezen en hardop uit te spreken. Nou, dit is de geest zelfs, hè? Ruach. Ruach Elohim, de geest van God. Bewoog zich Alpene over Hamayim. Als je nou naar vers 1 teruggaat, want wij zijn dat kwijt, hè? Vers 1. Waar staat daar bij hemelen? Hashamayim. Het woordje ha is een lidwoord. En Shamayim betekent hemelen. Maar daar zit het woord wateren in. Ja, Mayim is water. Want wat gebeurt er op dag 2? God maakt de scheiding tussen de wateren. En plaatste een uitspansel tussen de wateren. En dat was een wateren. Boven een uitspansel en er was water onder een uitspansel. Dus als de geest van God zweeft, dan zweeft hij over wateren die nog niet gescheiden zijn. En door de taal ga je ontdekken, hamayim, wateren, en hemelen, shamayim, zijn verbonden. Dus als je hemelen en water, en dat zie je die scheiding in op dag 2, zie je die scheiding aangebracht worden, dat in het Hebreeuws denken water en hemel met elkaar verbonden zijn. Dus de geest God zweefde niet alleen op het water op de aarde, want dat water was nog niet op aarde samengevloeid. Dat gebeurt wel sinds dag 2. Of dag 3 zelfs, nee, 2. Hier kom je dus achter door gewoon het nou eens in het Hebreeuws te leren. En zo'n hulpmiddel helpt je dus gewoon naar de interlineair te gaan. Oké, nu zie ik dus het Engels erbij. Oké, nou, dat snap ik, want dat Engels kan ik redelijk lezen. En het Hebreeuws erbij. En gelukkig hebben ze het daarvoor staan, want ik lees ook nog niet de Hebreeuwse tekst. Ik lees die blauwe tekst. Dan was je al achter, hè? Maar ik weet het volgende vers. Vayikra Elohim Yehi Or. In het begin. En God zei. Laat er licht zijn. Wehi Or. En er was licht. En het or, het licht was tof. Laat me zien. Vers 4 geloof ik. Hier. Wajer Elohim he aor kitof. Pas goed. Kitof. Mazel tof. Wajer dem Elohim ben haor u ben hachoshek. Lang geleden. We gaan dit vaker laten zien als we een woord willen opzoeken. Wat betekent dat nou? Je kunt hem ook op je iPhone installeren. Of je tablet, dus als je op je tablet hebt, maak die verbinding met internet. Dus het is niet een applicatie die op je iPhone komt te staan. Maar het is een aparte Bijbelhub applicatie die verbinding maakt met deze internetsite. En het helpt echt. Terwijl, ik merk gewoon van als je echt studie gaat doen over woorden, kom je hier heel snel, tak, tak, tak. En er zit ook een Nederlandse vertaling in, hoor. Dus als je het Nederlands wil lezen, komt ook in het Nederlands voor. Ja, dus in het Zweeds kunnen we ook. Swahili lukt ook nog.
Dutch. Dus de Statenvertaling is dat alleen. Zien we dat in de hoor. De zesde dag. Oh, maar zit er dan.